Maart. Hallo Maart, welkom bij jullie reading voor de komende week. 21 tot en met 27 november 2022. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedere maart resoneren. Neem daarom mee wat resoneert en laat de rest los. Ik heb een aantal orakelkaarten voor jullie mogen ontvangen. En de eerste is de kaart Purpose van de Soul's Journey. Je hogere doel. Ik weet wat ik hier kom doen. Dus je weet wat je taak is hier op aarde. Je weet wat je hogere doel is. Wat je wil bereiken. Maagd. Dan hebben we Clairsentience. Van de aartsengelen. Aartsengel Raguel. Let op je fysieke, dus lichamelijke en emotionele gevoelens. Want deze geven jou een goddelijke guidance, bescherming, leiding. Dus let op je gevoelens. Let op hoe een situatie jou fysiek laat voelen, lichamelijk laat voelen. De tekenen die je krijgt door je lichaam. En wellicht andere tekenen, emotionele gevoelens die... zich voordoen, want dit is een teken inderdaad wat je krijgt als een bepaalde richtlijn, om een bepaalde richting uit te gaan. Als derde kaart van de maankaarten hebben we Believe in the Impossible, geloof in het onmogelijke, maagd. Geloof in het onmogelijke. Een hele mooie kaart. Dus datgene wat je doel is, wat je wil bereiken, wat je purpose is, is mogelijk. Is te bereiken voor je. En ik heb het gevoel maakt dat jullie nu je wellicht eenzaam voelen of buitengesloten voelen. Wellicht gefocust zijn op datgene wat je niet hebt. En je wil daar actie op ondernemen. Er mist iets met die pentakels 5. Dit is een gevoel van er mist iets. Het kan zijn met werk kan dit te maken hebben. Dus je hebt misschien het gevoel te weinig beloond te worden voor datgene wat je doet. Voor alle energie en tijd die je ergens instopt. Of te weinig beloond te worden voor je kwaliteiten. Het kan ook te maken hebben met een liefdesrelatie waarin je het gevoel hebt dat iemand niet geeft. Zoals jij geeft in de connectie. Deze kaart wordt verklaard door de zware 5. Het kan staan voor oneerlijkheid. Het kan zijn dat er collega's achter je rug om praten met de zware 5. Dit kan een manipulatieve energie zijn, competitiestrijd, iemand wil winnen kosten wat het kost en houdt daarbij geen rekening met je. En we hebben dan die duivelenergie. Ja, dit kan ook iemand zijn die de controle over wil nemen over een bepaalde situatie. Iemand die gericht is op ego, willen winnen, ongezonde gewoontes, toxische relaties kan dit mee te maken hebben. Ja, dit kan een gevoel zijn van verslagenheid met die zware 5. Overgeven aan een bepaalde situatie. Maar ik heb het gevoel met die pentakels 5, je kunt een keuze maken om dit achter je te laten. En dat ga je doen. Want de tweede kaart die we hier hebben liggen is de koning van staven. Dit is een go-getter. Iemand die op zijn doel afgaat. Iemand die zijn doel ook zal bereiken. Iemand die veel ervaring heeft, wat leidt tot succes. Dus die skills, die talenten, die kwaliteiten die je hebt, die kun je inzetten ergens waar je inderdaad wel het succes zult krijgen. Wel die wensvervulling, wel die tevredenheid, wel die dankbaarheid met de kelken 9. Dit is een kaart van geluk, harmonie, tevredenheid. Ik zit goed op mijn plek, ik voel me goed. Dit is mijn doel. Dit is mijn doel in het leven. Met de koning van staven. Dit is iemand die actie onderneemt. Voor sommigen van jullie maart kan het zijn dat je je eigen bedrijf wil beginnen. Dat je nu in loondienst werkt en het werkt gewoon niet, de situatie. En je voelt je niet happy, je voelt je niet lekker in je vel op je werkplek. En je gaat voor jezelf beginnen. De koning van staven is iemand die ziet het complete plaatje. Die ziet de big picture en is heel goed in zaken delegeren. Dus het kan zijn je eigen bedrijf en wellicht mensen voor je hebben werken. Dan hebben we de koning van kelken. Dit is iemand die emotioneel in balans is. Iemand die veel ervaring heeft opgedaan. Iemand die gul is, behulpzaam is, begripvol is.
En zoals ik zei, emotioneel in balans. En de situatie waar jullie wellicht uitkomen of nog steeds inzitten met die pentakels 5 is een situatie waar, ja, wat disbalans brengt. Dit houdt je tegen. Dit houdt je tegen misschien om je creativiteit tot uiting te brengen met die koning van staven. Een hele creatieve energie met de stavenenergie. Ramleeuw, boogschutter. Maar ook de koningin van kelken heeft te maken met je kunt bereiken wat je wil. Vertrouw op jezelf. Heb zelfvertrouwen. Dat is wat de koning van staven heeft. Zelfvertrouwen. En vertrouw ook op je gevoel met die koning van kelken. Maar dit is iemand die inderdaad ook wijs advies kan geven. Dus het kan zijn dat je advies krijgt van iemand over de situatie met die koning van kelken. Kan een schorpioenkreeft vissen zijn. Maar ik heb ook het gevoel dat de nieuwe situatie, of in ieder geval de actie die je gaat ondernemen, op een nieuw begin. Want onder op het dek hebben we hier de aas van staven. Een passievol nieuw begin. Iets waar je creativiteit in kwijt kan. Iets wat je graag doet. Iets wat je leuk vindt. Een opwindend nieuw avontuur. Een nieuwe kans die zich voordoet en die je gaat grijpen, maakt, heb ik het gevoel. Je gaat daarbij terugkijken naar het verleden. Met de kelken 6. Maar je gaat wellicht ook iets doen wat je eigenlijk vanaf kinds af aan al een interesse voor had. Want dit is ook het omarmen van je innerlijke kind. En ik heb echt het gevoel dat je iets gaat doen, misschien van je hobby, je werk maken. Je gaat inderdaad de lessen die je geleerd hebt uit je verleden, ga je meenemen. Met het oordeel. En dit is een nieuw leven starten. Een wederopstanding. Dus inderdaad, door alles wat je mee hebt gemaakt in de afgelopen periode en wellicht op een werkplek hebt geleerd van de mensen met wie je gewerkt hebt. Je gaat het omzetten in iets positiefs. En mochten er inderdaad vervelende dingen gebeurd zijn, iemand heeft aan zichzelf gedacht, iemand heeft je gemanipuleerd of dingen gedaan en geen rekening gehouden met de gevolgen die dit voor jou heeft gehad. Dit ga je meenemen. En ja, dit is een kaart, het oordeel ook van vergeving. Met vergeving en compassie naar het verleden kijken. En dit kan een hele moeilijke periode zijn geweest, want we hebben de zwaarde 10. Maar dit is het afsluiten van een moeilijke periode. En er is veel licht aan het einde van de tunnel. En het omarmen van nieuwe mogelijkheden, veranderingen die er plaatsvinden. En het kan zijn dat er inderdaad dat je zelf ervoor kiest om actie te ondernemen op een bepaald doel wat je hebt met die koning van staven. Het kan ook zijn dat er een deur voor je open gaat. Dat er de komende week een hele positieve, mooie kans geboden wordt met die aas van staven. En dit is iets waar je tijd en energie in wil stoppen met de pentakels 8. Dit is iets waar je wellicht al aan hebt gewerkt. En dit is ook, je kunt je creativiteit, je skills, je talenten, je gaven tot uiting brengen. En deze kaart staat ook voor het hebben van een bepaalde gave. Het kan zijn dat je in een vorige werksituatie, dat er mensen jaloers op je waren. En dit kan ook te maken hebben met een relatie die je achter je gaat laten. Omdat je weet, dit is mijn doel, dit is wat ik hier kom doen. En het onmogelijke is mogelijk. Iets voelt niet goed en dat ga je achter je laten. En dan voor die aas van staven hebben we de ridder van pentakels. En dit is iemand die heel erg goed nadenkt over elke stap die hij of zij gaat zetten. Een gedetailleerd plan maken, maar iets wat leidt tot stabiliteit, tot zekerheid. Financiële zekerheid ook. Dit is iemand die komt met een betrouwbaar aanbod. Iets wat je gaat helpen in de toekomst. En de boodschap is inderdaad langzaam stappen vooruit zetten. En we hebben de doodkaart. En de doodkaart staat voor een einde, een nieuw begin, een transformatie van een bepaalde situatie. Dus een situatie waar je in zit, een situatie van gebrek aan met de pentakels 5. En dat kan zijn gebrek aan voldoende beloning, gebrek aan inzet, gebrek aan emoties van de ander in een bepaalde relatie. Dat gaat transformeren. Er zal een heel avontuurlijk, passievol, wellicht lustvol nieuw begin starten. En als het niet te maken heeft met werksituaties, kan het met liefde te maken hebben. En kun je te maken hebben inderdaad met een ramleeuwboogschutter of met een
Stiermaagd, steenbok hebben we hier liggen. Verder hebben we heel sterk nogmaals steenbok-energie. En we hebben nog meer vuurenergie, waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Resoneert het? Geef me een like, abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. En ik wens jullie heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Dag!